hormonen kunnen zorgen dat je huid wat droger wordt. Of voor acne zorgen of voor andere huidproblemen. Maar hormonen kunnen ook echt zorgen dat je je gewoon niet lekker voelt. Of dat je laag in je energie zit. En daar weet mijn lieve vriendin hiernaast alles van. Heel erg ook daardoor niet vrolijk van wordt. Want jij hebt echt al alles geprobeerd, hè? Ja, het klopte bij mij sowieso niet. Een heel onregelmatige cyclus had ik. Waardoor ik al heel vroeg eigenlijk aan de pil ging. Wat heel lang wel is goed gegaan, maar wat gewoon niet zo heel goed is voor jonge meiden. Maar dat is een ander onderwerp. Na mijn zwangerschap gewoon niet meer aan de pil gegaan, omdat ik ook van die hormonen af wilde. Toen eigenlijk heel veel klachten gekregen. Dat ik eigenlijk 3 weken van de maand was ik, zeg maar, chagrijnig. Ik had overal last van en moe. En was wel heel druk bezig met voeding, maar kwam er maar niet achter. En toen ben ik een aantal jaar geleden, weet je ook nog, ik ga weer aan de pil les. Want ik weet dat het niet goed is, hormonen, maar ik trek dit niet. Eerst die pil geprobeerd, 3 weken later weer die pil. En toen weer die, want dat was het allemaal niet. En toen dacht ik ga een spiraal nemen, want daar heb ik zoveel goede dingen over gehoord. En met hormonen? Ja, want die andere, dat was met koper. Ik denk, daar reageert mijn lichaam natuurlijk ook weer heftig op. Dat durfde ik ook niet. Ik denk, nou, dan doe ik maar die. Want ik heb best wel veel goede verhalen over gehoord. Nou, die heb ik ook na 2 weken weer eruit laten halen. Omdat ik bijna van een flat wilde afspringen. Zo depressief werd ik ervan. Terwijl ik daar echt helemaal niet gevoelig voor ben. Maar zo'n heftige invloed kunnen hormonen dus hebben op je gestel. Hormonen werken heel logisch en dicht bij de natuur staan. Dat is goed voor je hormonen. Daar zijn ze op ontwikkeld. Als je kijkt naar voeding, is dat onbewerkt eten, gevarieerd eten en daarnaast voeding, eten die je goed verdraagt en verteert. Dat is een belangrijk thema. Dan gaan we naar training, kort en intensief trainen, zoals je dat ook in de natuur zou doen. En bij stress is het ook zo. Korte stressbelastingen zijn top voor ons, korte uitdagingen. Chronische stress, niet goed voor onze hormonen. En toen uiteindelijk, ja, ik moest wel doorzoeken omdat ik zulke heftige klachten had, bij Barbara Havenit ook terechtgekomen. Waar we ook een leuk interview mee hebben. En hele vergevorderde bloedtesten gedaan. Zodat op genetisch niveau erachter zijn gekomen dat er bij mij iets niet klopte. En met bepaalde voedingsstoffen en vitamine B12 injecties goed bij te houden is. En daarbij ook erachter gekomen welke supplementen dan heel goed zijn voor mijn specifieke probleem. Bijvoorbeeld curcuma is voor mij heel erg goed. En daardoor is het gewoon veel stabieler geworden. Ja, ik ben dus heel erg blij dat het bij mij nu onder controle is. Maar we hebben ook wel eens met experts gesproken. Dat suiker en alcohol helaas toch ook wel grote boosdoeners zijn. Ja, dus mocht je ook gekke klachten ervaren, we zijn heel nieuwsgierig. Wij weten er echt heel veel van en we kennen ook de juiste experts. Dus laat het hieronder achter. En als het heel heftig is, dan kunnen we je doorverwijzen naar mensen die er nog meer verstand van hebben.